Hier was het, Nick. 87. Ja. Nou, ja. Ik heb wel trek in een bakkie. Nou, ik ook. Ziet er wel gezellig uit. Het kan mij niet gezellig genoeg zijn, hè, Nick. Anders maar wel niet, Rob. Ga je mee? Graag. Zeg niet, de bel. Dag, mevrouw. Dag, mevrouw. Wij zijn van het televisieprogramma Huis en Tuin van Nop. En u had ons zogenaamd wat wonidee-suggesties gevraagd. Ja, dat klopt, heren. Komt u binnen? Nou, ga. Jazeker, want we hebben wel trek in een bakkie. Hé, Rob? Nou, niet meteen beginnen, Nick. Hé. Dat was een lekker bakkie. Mensen, wat gaan we doen? In de eerste plaats gaan we niet moeilijk doen. Nee, niet. Doen we niet. We hebben een serie leuke ideetjes om de kerstdagen nou net die gezellige knusse sfeer te geven die we allemaal zoeken in december. Ja, Nick, is belangrijk. Voor Nop. Voor Nop, hoor. Huis en tuin, voor Nop. Helemaal voor Nop. Zonder gebruik te maken, ja. Van gereedschappen en dure materialen. Helemaal niet nodig. Ja. Hebben we dat niet nodig? Nee hoor, hebben wij niet nodig. Geen zagen nodig? Nee, geen zagen nodig. Geen nijptangen nodig? Geen schroevendraaier nodig? Niks hebben we nodig. We hebben niks nodig? We hebben helemaal niks nodig. Nou, kijk, daar gaat het dus om. Ja? Dat wij alleen met onze twee blote handen en met gezond verstand het huis in de totale metamorfose kunnen veranderen. Ja, daarom heet het programma ook Huis en Tuin voor Nop. Dus hebben we echt niks nodig? Ja, we hebben wel wat nodig. Een hamer nodig? Nee, we hebben een lekker bakkie nodig. Na nog een lekker bakje gaan Rob en Niek eens een kijkje nemen in de carport. Vaak een schatkamer van materiaal waarvan je, met behulp van leuke ideetjes, je huis kunt opknusselen voor de feestdagen. En zo te zien zijn Rob en Niek heel wat van plan. Ja, kijk, dan moet je kijken wat ik hier verdiept kan. Kijk hier. Kijk, dit is waarschijnlijk verpakkingsmateriaal van een verhuizing. En dan krijgen de mensen met Sinterklaas ook weer allerlei cadeaus in grote verpakkingsmaterialen. Dan kan je het weggooien, je kunt het ook bewaren. En dan kan je er allerlei leuke ideetjes van maken. Rob, zal ik je eens wat zeggen? Wij gaan uitpakken in plaats van inpakken. Maar nou wil ik nog wel een bakje. Uitpakken in plaats van inpakken. Maar je hebt wel gelijk. Nou, de bedoeling van Kerstmis is natuurlijk dat we lekker eten aan een mooie tafel. Elke gulden die jij kan uitsparen op de tafelaankleding, die kan je besteden aan het lekkere eten. Nou heb ik hier met dit verpakkingsmateriaal, waar de nieuwe tv in heeft gezeten, heb ik een leuk ideetje voor een originele kersttafel. Kijk, om te beginnen spreid je de plastic helemaal uit over de oppervlak van de tafel. Kom je nou tekort, zoals in dit geval, dan zaag je hier de tafel af. Heb je nog meer verpakkingsmateriaal? Dit restant waar de nieuwe cd-speler in heeft gezeten. Dan krijg je het zogenaamde overlappen. Dan zetten we dit stuk hier aan. En dan laten we dat 10 centimeter oversteken. En dan geven we gewoon de knip, zodat we dat hele kleed passend maken. En zeg nou zelf, Karin, hebben we hier een mooie kersttafel of niet? Als je nou hier kaarsjes opzet, dan weerspiegelt dat licht in die bolletjes van het plastic. Mooi? Echt kerst. Rob, heb jij nog een ideetje? Zeker weten, Nick. Nou, omdat we zowel binnen als buiten het huis een knusse kerstsfeer willen creëren, moet je eens kijken of je niet ergens een oude doos hebt staan. Met een breinaald erbij. Je pakt die doos, je klapt die flappen uit. Je zet die doos zo op de grond. Je prikt er zoveel gaatjes in als je maar wilt met die breinaald. En dan, het geheim van de smid. Dan neem je een vaccinelichtje. Steek je aan. Dat zal ik nou niet doen, maar je begrijpt het idee. Dat zet je onder die doos, in het midden. Dus je kijkt door het gaatje of die goed in het midden staat. Ja, hij staat in het midden. En dan zie je dus, vanuit je knusse kerstkamer thuis, zie je buiten zoveel overdekte stallen van Bethlehem, als je maar wil. En heb ik nog een leuk ideetje voor de aankleding van de kersttafel. Karin, kom er eens bij. Kijk, nou kan je hier natuurlijk wel hele dure damasten servetten uit gaan stallen. Maar moet je eens kijken wat een leuk verpakkingsmateriaal dit is. Ik noem dit plastic houtwol. En als je nou een dot naast elk bord legt, dan kan je daar heel goed je bakkers mee afvegen. Als slabbertje kan je dit natuurlijk niet gebruiken. Kijk, dan zou ik twee baarden hebben. Maar daarvoor gebruiken we restanten van dat bolletjesplastic. Dat knip je in ruitvormige vierkanten. Die doe je zo om als bewijzen van servet. En zeg nou zelf, je kan er nog doorheen zien wat voor mooie kerstjurk jij aan hebt. Nou heb ik nog een leuk ideetje, Karin. Zou het een leuk ideetje zijn als jij nog een bakje koffie zet? Dat is goed. Dat dacht ik ook. Rob, heb jij nog een leuk ideetje? Ja. De mens wikt, maar John Bernard beschikt. Dus omdat je niet weet of het een witte kerst zal worden, kan je het beste van Sinterklaas een computer vragen.
Want die zijn verpakt van die kleine witte balletjes. En door die nou te strooien in je tuin, ja, creëer je je eigen kerstgebeuren. Kijk, je garneert zo de boompjes, de diverse planten. Je werpt ze zo op de parapluheesters. Dat vangt het vanzelf op. Aan de voeten van de kruipplantjes hier. Daar nog een beetje. En zo heb je je eigen kerstgebeuren in de tuin. En heb je het echte wintersportgevoel. Nou mensen, laten we eerlijk wezen. Op derde kerstdag hebben we allemaal een houten hoofd als het goed is. Maar Karin, om nou te voorkomen dat we een houten kont krijgen, trekken we de knusse kerstsfeer door tot op de kleinste kamertjes. Moet je maar eens even kijken wat we hier doen. Je wikkelt de bolletjes plastic om de bril en is dat lekker zitten of niet? Dat dacht ik ook. Heb je dan nog wat over? Dan garneer je dat leuk in het toiletbakkie. Zo, bij wijze van ijspegels. Over bakkie gesproken. Zullen we nog een bakkie doen, Karin? Nou, iedereen heeft in huis wel een plaat piepschuim. Waarin een ijskast heeft gezeten of een wasmachine. Nou, als je die piepschuim nou strategisch breekt en placeert in het hele huis. Dan creëer je bijvoorbeeld in een wandmeubel ook een hele eigen White Christmas atmosfeer. Hola, die valt. Maar die staat goed. Kijk, zo. Zie je, dat is koud. Die stukken ijs. En toch lekker warm. En toch gezellig. White Christmas. Nou heb ik nog een allerlaatste leuke ideetje, Rob. Nou, kijk, als je nou toch nog een reepje bolletjes plastic over hebt, ja? Leg dat dan naast de borden op de kersttafel. Dat als er eens een stilte valt, als je elkaar even niks hebt te vertellen, dat je dan kan lekker gaan zitten knetteren. Zo, oh, weet je wel. Ja, lekker. Dat is een lekker effect. Dat is een lekker gevoel voor de kerstmis. Tot de kerstmis hebben we nog een hoop dingen te doen. We hebben nog een hoop te doen, leuke dingetjes uit te werken. Wat ga jij volgende week doen, nou, Nick? Volgende week, Rob, wou ik laten zien hoe je een kersttal kan solderen uit een afgedankte wasmachine en vier fietswielen. Oh, nou, ik wou met een betonmolen en met vier zakken cement en 80 bazalblokken een rotonde in de tuin maken, zodat groen geen schijn van kans meer krijgt. Dat lijkt me een prachtig idee. Tot volgende week. Tot de volgende week, mensen. Nou, geen naam. Doe maar geen sterren meer. Nee, ik doe geen sterren. Dat is veel te ingewikkeld. Wat zijn het nou, 4 punten of 5 punten? Bakken, smullen, lekker ratten. Ratten? Ja, is lekker. Dat lijkt me lastig weg te krijgen, hè? Oh nee, dat is niet zo moeilijk hoor, ratten eten. Nu gewoon de ratten bakken, hè? Dan stop je de rat in de monden, ja. En dan doe je gewoon eventjes